Een heel goeie avond iedereen. Hartelijk welkom in ons journaal van 7 uur in een nieuwe studio. Het is voor u, net als voor ons, even wennen wellicht, maar we hopen natuurlijk dat u op post blijft. En beginnen doen we, zoals altijd, met het belangrijkste nieuws van de dag. Dag beste mensen. Voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Casper en ik maak video's op YouTube. Het zijn vaak gaming video's. En af en toe maak ik wel eens een prankal video. In die video's met die prankal video, daar ga ik gewoon mensen bellen. En ik maak er een leuke video over en het wordt altijd goed bekeken. En vorige... Sorry. En vorige week maakte ik een capazen video, een prankal. Het werd ontzettend goed ontvangen. Ik vond het ook een van de beste video's ooit. Deze morgen kijk ik... Of niet deze morgen, deze middag kijk ik... bij mijn video's op YouTube en er staat een uitroepteken en de video is van YouTube verwijderd. Ik heb de video met mijn ziel gemaakt. Ik vond het geweldig. Ik heb er uren tijd in gestoken en nu neemt YouTube dat van me weg. Wat heb ik misgedaan? Ik verdien geld door mijn video's op YouTube. Ik vind het geweldig, de YouTube live, maar... Ik heb een gezin die ik moet onderhouden. Ik betaal mijn elektriciteit. Ik moet mijn water betalen. Ik moet alles betalen. En nu door die video die verwijderd is... Heb ik het geld niet meer. Ik snap niet hoe mijn toekomst eruit gaat zien zonder geld. Iedereen moet geld hebben. Nu heb ik niet eens geld om eten. Hoe ga ik in godsnaam leven zonder het geld? Ik heb mijn leven gewijd aan YouTube en nu doet YouTube mij dat aan. Ik heel de dag zit ik voor die computer om die video's te maken en nu... Al die tijd is voor niks. Ik heb nu geen geld om fucking eten te kopen. Ik heb twee honden. En ik geef ze soms... Ja. Ik geef ze hondenvoer en nu zit er niks anders meer op. Ik moet mijn etenstijl gaan aanpassen, want mijn honden mogen er niet aan lijden. Ik moet nog steeds hondenvoer kopen voor mijn honden. Maar als ik geen geld heb voor mijn eigen brood, wat moet ik dan doen? Sorry. Dit is... hondenvoer van de Aldi of zo. Het is lekkere malse. Dient als beloning. En het is individueel verpakt. Er is 95% dierlijke bijproducten en het dient als snack. Dat is geldig tot november 2014. Ik ga van hondenvoer moeten leven. Gewoon door die kutschild van YouTube. Ik moet kotsen. Oh. En... nu ga ik slapen. De nachten dat ik nog in mijn eigen bed kon slapen.